Kai, goeiedag. Ik ben Jean-Paul, de eigenaar van de Oosten, kleermaker op de Overtoom in Amsterdam. Vandaag gaan we verder met kledingstukken, zoals we vaker doen. Wat we ook heel veel maken, zijn natuurlijk gewoon jasjes, colberts. Dat zie je steeds vaker, hè? Behalve op de Zuidas zie je toch dat het klassieke pak een beetje aan het verdwijnen is. Komt ook vanzelf weer terug daardoor. Dit is een heel vet jasje wat we gemaakt hebben voor een klant doorverwezen door een andere klant. Die gaat trouwen, draagt normaal nooit een pak, maar moet er toch goed uitzien. Maar hoe ga je dan kleden op zo'n bruiloft? Dus die heeft mij eerst input gestuurd met een moodboard. Nou, dan zie je altijd de prachtigste platen, Italianen, dit, dat, zo, fantastische dingen. Totdat je goed gaat kijken. Toen hebben we mij eigenlijk helemaal geduct naar van, ja, wat zoeken nou echt? Ja, het is eigenlijk met name de stof en het moet mooi passen, ik moet me goed voelen. Dus we hebben eigenlijk een heel simpel model nu gemaakt. Wat is het model? Twee knoops. Pieklepel. Meneer, zoals je ziet, nog een fors, dus daardoor worden de schouders nog wat forser, maar wordt dit gedeelte weer wat slanker, hè? En kijk, dat is wel leuk, zo zie je ook wat de functie is, want dit heeft alleen maar met elastiek te maken. Hier zie je een weld. Misschien een duur woord voor een zak. Nee, dat is helemaal geen zak. Dus hier zie je puur die naad waar normaliter een zak achter zit. Wanneer je zegt, ja, ik hoef het niet, dus je hoeft het ook niet te maken. Dat scheelt weer gewicht, schijnt het ook niet door. Dat zijn weer hele andere puntjes om naar te kijken dan hoe we dat normaliter praktisch doen in Nederland. Lichtblauwe knoopjes natuurlijk. Het lichtblauw gestik kan ook in elke kleur. Nou, dat kenmerk wat we vaak doen, dat oranje. Nou, je hebt het natuurlijk al gezien. Boom! Kijk. Dat is knallen, daar kies je voor of niet. En als je knalt, doe het dan goed. Blauw en oranje trouwens, zijn geen lelijke kleuren, vind ik. Dat zijn hele vette kleuren. Blauw en oranje zijn misschien wel de beste vrienden qua kleurcombinaties. Nou, ik heb zelf een blauw-paarsig gebeuren aan. Ik weet niet hoe dit op de film is toch altijd anders. Maar volgens mij kan het ook mooi zijn. Wat hier nou het leuke aan is, is deze feature. Kijk, dit is dus iets wat heel persoonlijk is voor meneer. Dit is niet zijn trouwdatum, dacht ik eerst. Dus ik ga met mijn plaat, ik denk, wat is dit nou? Dat moet 1-7 zijn. Maar dit is de dag waarop zij elkaar hebben leren kennen, denk ik. Zo persoonlijk is het, ik weet het niet eens. En er moest dan een schaartje bij. Why? Ik weet het niet. Misschien wou die vrouw die man zijn hoofd eraf knippen of zo. En zijn ze toch nog bij elkaar gekomen. Kijk, en dit is het leuke van Bespoke. Alleen al met zoiets kan je iets echt heel speciaals maken. Eerder dit jaar een meneer die had zijn aanstaande bij de Wessertoor ten huwelijk gevraagd. Ja, dan ga je aan profiel op zoek in Google naar silhouet Wessertoor. Borduur je dat erin. Kan bijvoorbeeld het eiland zijn waar we elkaar hebben leren kennen. We hebben dit jaar ook een kameeltje gehad, een kangeroe. Krijgt ook als boodschappen erin die de vrouw minder leuk vindt. Dan heb je een blauwe oog de dag erop. Dat is niet het begin van een goed huwelijk. Maar zo maak je iets persoonlijk. En weet je wat ook een hele vet is om te doen met trouwkleding? Kijk, we hebben hier dan gekozen voor gewone knopen. En dit er. Maar wat heel veel mensen doen, let op mijn idee. Moet je even kijken of de outfit van je vader of moeder of het liefst opa en oma er nog is. En heel veel zeggen, ja, die is er niet. Die mensen waren vaak wat zuiniger. Dan neem je een knoop van je trouwpak van je opa, paternal, en de andere side maternal side. En die doe je erop. Kijk, dan heb je alle vrouwen aan het janken. Hè? De hashtag cute. En dan heb je je ding als man goed gedaan. Het geeft een stuk betrokkenheid aan. Een stuk ritueel. Nou, ga je bijvoorbeeld een jacket trouwen, zou je dat ook met zo'n knoop kunnen doen. Heb je eigen ideeën, stuur ze naar mij toe. Dit is het leuke van Bespoke Tailoring. Dus je bespreekt alles voor en dan ga je de kleding maken. Dus dit was even het model. Nou, de stof is vanuit Italië. Vanuit Drapers, meneer Lolly. Zo heet hij echt. Gemaakt door Vitale Barberis. En dit is wel heel vet om even toe te lichten. Ik hoop dat de cameraman dit even goed in beeld kan hebben. Die stof die bestaat uit 4 elementen. En die komen samen waardoor je ja, echt iets heel aparts hebt. Het is 28% linnen. 20% wol. Lana. Hè? Mohair, mijn favoriet. De geit. Hè? Dus, net als ik ben ook een soort van geit. En zijde. Even heel kort. Linnen. Ontzettend verkoelend. Heel prettig dragend. Eén ding. Het kreukt. Ja, het kreukt en dat blijft kreuken. Wol, lana. Beste materiaal om gewoon eigenlijk kleding te maken. Reageert het best op omstandigheden. Ga naar onze website, Google Wol of doe dat bij Wikipedia, whatever. Mohair, de geit, onkreukbaar. Het beste materiaal na linnen voor warme omstandigheden, temperaturen en zijde. Zijde geeft een mooie glans, maakt alles sterk en kreukvrij. Dus hier hebben die experts in Italië alles bij elkaar gegooid. Waardoor je dus een jasje hebt dat casual is, oogt. Maar ook heel praktisch is. Hij kan dus niet kreuken, maar je hebt wel dat hele verkoelende. Nou, deze meneer gaat in de tropen trouwen, of in de tropen trouwen, in een warmer gebied trouwen, of het is, kan een locatie zijn waar het warm is, je wordt wat zenuwachtig. Ja, dan zorg je dus voor dat je performance omhoog gaat, oftewel je staat niet te zweten bij je huwelijk. En daarna heb je een fantastische colbert die je vaker aan kan. En ja, en de vrouw, die kan dat natuurlijk waarderen. Zo kun je ook de naam van je kinderen in doen, of je laat, als je al kinderen hebt, dan laat je hun bijvoorbeeld papa, mama schrijven, afhankelijk hoe oud ze zijn. Leg je dat erop, borduur je dat door. Kijk, dat zijn vette dingen. Dat is Bespoke.
vanuit een gesprek puur een kledingstuk maken voor jou, zodat jij je goed voelt en dat uitstraalt. What could be a better occasion than your wedding, hè? Je huwelijk, daar gaat het om. Zorg dat die foto de komende 200 jaar op de schouw staat, zodat we er nog zijn als mensen. We gaan ervan uit. Dit is dit mooie colbertje.